Deze video wordt mede mogelijk gemaakt door NVIDIA. Hey Wilbro, welkom bij Spider-Man. Marvel Spider-Man is terug, baby. Het voelt als de dag van gisteren dat ik die unboxing deed van de Collector's Edition van Marvel Spider-Man. Maar het is toch echt al 4 jaar geleden. 4 jaar geleden! Marvel Spider-Man is nu uitgekomen op de PC. Met DLSS, DLAA en Ray Tracing. Weet je nou niet wat dat allemaal betekent? Dat houdt basically in dat de game eruit ziet. Iedereen weet wat dat betekent, toch? Dat is gewoon goed. Dit is zojuist de ultieme manier geworden om Marvel Spider-Man te ervaren. Ik bedoel, kijk het verschil. Dit is insane! Links is RTX uit en rechts is RTX aan. Dit is dus allemaal mogelijk door de RTX-serie van NVIDIA. Dus doe jezelf een lol en speel deze game met NVIDIA. Meer informatie in de beschrijving. Nu voel je je meer Spider-Man dan ooit. En zoals sommigen van jullie weten, I'm something of a Spider-Man myself. Het is gewoon te heet om de suit aan te doen, oké? Als ik hem nu aandoe, smelt hij vast aan mijn lichaam voor altijd. Ik heb geen idee hoe Spider-Man dat doet in de zomer. Waarom laat ik jullie nu niet gewoon zien hoe amazing het is? Ben jij nou dol op Spider-Man? Vergeet dan niet een duimpje omhoog achter te laten en te abonneren als jij nou nog niet geabonneerd bent. Want bij de 100.000 abonnees trek ik de Spider-Man suit aan en slinger ik door New York. Laten we beginnen. Kijk eens, daar is hij dan. Dit is insane. Wauw. Excuse me, late for work. Oh, wat goed. Wat goed. Hoppa. Come through. Looking good, Spidey. Hello. Ziet er zeker goed uit, Spidey. Oh. New suit, same old me. Wat ziet deze game er toch heerlijk uit. Prachtig gewoon. Kijk eens even. Nu hoeven we eindelijk niet meer boos te worden om plasjes water. Het internet is raar, oké? Moet je maar kijken. Het is net fietsen gewoon. Het is net fietsen. Je verleert het niet om prachtig te slingeren door de stad. En ik zie daar zo'n backpackie. En ik kan het dan gewoon niet laten om die ook mee te nemen. Collectibles zijn mijn weakness. Daar mag ik ook een coole foto kan maken zo. En dan even een mooi slingermoment hebben, zeg maar. Oh, yes! Moet je die bekijken, die lens ook. Alles ziet er zo goed uit, gewoon. Holy shit. Moet je toch eens kijken hoe chill die dat doet, joh. Even zo'n classic Warren er tussendoor en verder. Alsof het niks is. Dit zijn DLC suits. In mijn vorige playthrough had ik de game natuurlijk al uit. Toen deze suits uitkwamen. De Sam Raimi suit. Classic. Amazing Spider-Man. De stealth suit van Far From Home. De Far From Home upgraded suit. De Future Foundation suit. Dit is van toen Spider-Man bij de Fantastic Four ging. En de Bombastic Batman suit. Deze suit is van toen Spider-Man zijn black suit had weggedaan. Maar toen had hij geen suit meer. Dus toen had hij dit geleend van de Fantastic Four. Echt insane. Anarchist Rider suit. Ik ga heel eerlijk zijn, deze ken ik niet eens. Ik weet niet waar deze van is. De Armored Advanced suit. Heel ziek. De Hybrid suit van No Way Home. En de Black and Gold suit. Voor nu hou ik het gewoon even classic, denk ik. Ik hou nu gewoon even... Moet je toch eens kijken wat een prachtig suitje dit is. Ik ga mezelf weer verliezen in deze game. Pas op hoor. Als ik opeens geen video's meer upload, ben ik dit aan het spelen. Ik zie zo'n tas. En dan wil ik die tas. Dan wil ik die collectible. Ik hou van collectibles. Ik ben verslaafd. Noem mij verslaafd. Er is nu een crime gaande. En dan ga ik dan classically, typisch Spider-Man, ga ik me er even mee bemoeien. Hoe kan ik wat anders doen dan mezelf ermee bemoeien? Overduidelijk. Yo, what's up? Try and guess how I feel about bullies. Nah, bullies vindt Spider-Man niet zo leuk. Fucking ziek. Dit wordt echt fucking ziek. Ik ben een beetje verslaafd aan de fotomode. Noem mij verslaafd, oké? Ik verwacht alleen maar comments van... Wilbo, je bent verslaafd. Ik ga even de ultimate move doen. Het is niet meer zo ultimate. There you go. Opgelost. Yo, what's up guys? Ik ben Spider-Man. Yo, what's up? Yo, hoezo? Ik ben toch Spider-Man? Like a casual aan het wandelen door New York. Car accident. Zo, wat is hier gebeurd dan? Hoe krijg je dit voor elkaar? Laten we dit weghalen. Even iemand helpen. There you go. Hier, check dit. Maakt gewoon allemaal kapot. Hier, zelfs je deur. Hier, ik smijt hem weg, zelfs die deur. Weet je die GTA Chaos mod die ik doe? Wat als je dat hebt met Spider-Man? Hey, geen probleem, hè? Yo. Okay, people are safe. What's up? Geen probleem. We should clear out so the professionals can get in. Yo, ik ben een professional Spider-Man. Wat zeg je tegen mij? Hier zie ik weer zo'n collectible, hè? Dan wil ik hem. I need collectibles. Selfie. Yo!
Check it out, dude. Hier is hij dan ook. Dit is gewoon ziek. Yo, a mugging? I'm on it. Ik ben Spider-Man. Oh. I'm at a Fisk construction site and there's a lot of guys here who aren't exactly constructed. Oké, nu zijn we hier. Awesome. Zullen we dit sneaky proberen? Ik wil wel zo sneaky proberen. Dit is safe, ja. Sleep it off. Wacht even. Als ik sneaky ga doen deze, dan moet ik wel de stealth suit even aan, toch? Ik moet dan wel heel eventjes de stealth suit aan hebben. Oh nee, niet Kevin! Ik hoefde niet te weten dat hij Kevin heette. Nu voel ik me schuldig voor Kevin. Die is safe, zegt hij weer. Nou, hop. Doe me gewoon even. Wat als ik recht hier? Kijk, dit is beter. Dit heeft niemand gezien. Oh, ze hebben me gezien. Jullie denken dat jullie me kunnen verslaan? Dacht het niet. Kijk me gaan. Wapens vind ik dan weer niet zo leuk, zeg maar. Snap je dat? Hier. Zo, ik ben al 8 jaar Spider-Man in deze universe. En ze zitten gewoon van, oh, ik kan Spider-Man wel aan. Is dit gewoon goed? Moet je zien dan? What the fuck? Dit is sick. Dit vind ik niks, hè. Dit vind ik een beetje kut. Geen schijn van kans. Fisk hideout complete. Maar ik wilde eigenlijk een crime oplossen als ik niet... Ik kon salto's maken, maar ik weet niet meer hoe. Ik meen dat je op blokje drukte en dan je stick ging draaien. Maar dat doet het dus niet, zeg maar. Hey jongens, ik ben Spider-Man hier. Waarom ben ik in battle modus? Hey, what the fuck? What the hell? Waarom schiet jij op mij? Ze gaan helemaal van, oh man, er is een car chase gaande. Help. Help met de... Oh, hier. Ik zie hier een rood stipje. Ja, daar. Oh, ik zie het. Oh, baby. Dit vind ik sick, hè. Check dit. Hey. Hoppa, uit de auto jij. Oh, denk je dat... Oh. Hier. Hoppa, eruit met jou. Man. Ik zou een auto stelen, puur, zodat ik dit kan. Hier, check. Hoppa. Woe. Dat is de Empire State Building. Die heb ik nog nooit in echt gezien. Ja, dit wil ik. Die miste ik. Dat is een skill. Hallo? Check dit. Hops. Ah, yeah. Dit is wat ik wilde. Hij is gewoon aan het kijken. Hij is een conversatie aan het houden met dit ding. Oh ja, fuck. Crime. Crime. Wacht niet op mij, baby. Wie wil een foto? Wie wil een foto van mij? Ik ben Spider-Man. Wil jij een foto? Het lijkt niet of hij op de foto wil. Party, whenever you're ready. Cool. Hey, ik ben wel blij dat je ready bent ook, hè? Vind ik vet. Ik heb wel die crime even gedaan, hè? Moet je kijken hoe mooi New York eruit ziet, hè? Fucking hell. Dit is insane. Ik blijf het zeggen. Yo, what's up, guys? Ik ben Spider-Man. Yo, kijk, het heeft geregend. Je kunt gewoon zien dat het heeft geregend. Recentelijk. Hey, heeft geregend? Yo, what up? Wie wilde een drankje van Spider-Man? Fucking sick. Man, je zou dit maar niet kunnen in real life, toch? Dat is gewoon balen dan. Dan ben je gewoon niet Spider-Man. Ik ben Spider-Man nu, dus ik kan dit in real life, letterlijk. Ik doe dit. Er is alleen niet zoveel te slingeren in Nederland. Mijn suit hangt daar, maar niet doorvertellen, oké? Okay? Ik ben stiekem Spider-Man. Dit is dus hoe je uren speelt, zeg maar. Hier, dan heb ik die backpack, heb ik die toren. Oh, er is weer een crime. Kan het niet negeren? Telt dat mee, of moet het ook raak zijn, zeg maar? Het moet raak zijn. Hij heeft alleen maar dingen naar zijn hoofd gesmeten gekregen, hè, die laatste. Yo, what's up, guys? Excuse me. Ik ben Spider-Man. Mijn ultieme droom move is om te lopen, springen, salto, doorslingeren. Vind ik gewoon prachtig. Kijk dit. Hier, kom. Kom maar pakken dan. Haha! Die zag hij niet aankomen ook, hè? Hier, check dit. Wall running move. Hoppakee, naar de andere muur. Oh, nee, dit is jammer dat dit zo... Dit... Oké, wall running. Wall run... Nee, oké, laat maar. Dit pakt niet goed uit voor mij. Crime! Er is crime hier! Crime in New York! Ja, hey, gast, ik ben toch crime aan het zoeken? Auw! Vindt hij dit leuk? Hoppa, nu zit hij vast. Hier, ik ga nog even nagooien als hij erg vindt. Oh. Yo, kijk hoe ver ik kan zien trouwens, holy shit! Daar heb ik nog niet eens op gelet ook, hè. Ik moet nog wel wennen aan Peter's nieuwe hoofd, heel eerlijk. Ik weet allemaal dat Peter Parker op de PlayStation 4 er zo uitzag. Ben ik gewoon het meest gewend, als ik heel eerlijk ben. Omdat ik zo gewend ben aan het vorige hoofd, is het zeg maar net alsof nu mijn hoofd veranderd wordt nu. In iemand anders hoofd, maar mijn stem komt er nog uit. Yo, what's up? Ik ben Peter, niet Spider-Man. De past few years, you helping me through college and working here, sacrificing so much and asking for nothing. Yo, what's up, guys? Ik ben Peter Parker en niet Spider-Man. Kijk dan! Ah! Ik haat slingeren door het park. Slingeren door het park is oprecht een uitdaging. Zie dan, ik ben in het water gevallen!
Er is hier niks om te slingeren. What the fuck? Huh? Kijk dan. Ik kan die straat daar helemaal zien. Kijk maar duiken, hè. Kijk maar duiken. Oh, baby. Oh, baby. Laatste moment. En dan salto erbij om het af te maken. Dat is gewoon ziek. Dat was een beetje een showcase van Spider-Man op de PC. Vinden jullie dat nou ziek? Laat het me weten in de reacties beneden alsjeblieft. En laat mij weten wat jouw lieveling Spider-Man film is. Iedereen die dat doet, krijgt een hartje. Oh, en laten we trouwens ook niet vergeten dat de voice actor van Peter Parker / Spider-Man mijn naam heeft gezegd. En dat ik een bommetje moest doen. Hey Wilbur, doe een bommetje!